Tita, de viering van 30 jaar SKZ in Zoetewaardendorp vandaag. Heel anders dan vorige week, hè? Totaal anders, maar dat doen we ook bewust. Passend bij het dorp. En vorige week hadden we fantastisch weer. Nu wat minder weer, maar wel heel erg leuk binnen. Wat was er allemaal binnen? We hebben een snoezelruimte voor de baby's. We hebben een kleine kinderboerderij. We hebben net een hele leuke musical gehad waar 30, 40 kinderen meededen van de BSO. We hebben in de klaverhal allerlei springkussens staan. We hebben glittertattoos en de smink weer. En natuurlijk lekkere ijsjes van IJsboerderij De Jong. Gaat SKZ binnenkort iets anders doen in Zoetewaarde dan tot nu toe? We gaan vooral veel actiever nog onze activiteiten uitzetten. We willen vooral ook meer contact met alle organisaties in Zoetewaardendorp. Om maar wat te noemen, met de muziekvereniging, met de SJZ zijn we heel druk bezig om zelfs te kijken of we daar ook nog een BSO kunnen openen. Dus wij gaan nog meer in de haarvaten van de gemeenschap zitten.